Ik ben Gunn Dimitri. Ik ben 4 jaar actief bij Wewal en ik ben gedurende het laatste jaar te werk gesteld hier in de Senderlo als site manager. Hier in de Senderlo zijn wij met een 210-tal maatwerkers, waaronder een 22-tal begeleiders, leidinggevende monitoren. We hebben zeer uiteenlopende opdrachten. Wij verpakken hier batterijen, wij verpakken hier ook sanitaire benodigdheden voor doe-het-zelf zaken. Wij hebben een voedingsafdeling waarin wij yoghurtjes verpakken, chocolademateriaal, attributen voor bakkerijen. We hebben elektrische afdelingen, gaande van een zonnepaneelonderdeel tot zelfs elektrische fietsen, speedpedelecs die wij maken voor LEO. Hallo, ik ben André Daniels. Ik werk 27 jaar als monitor in Wewal de Senderlo. Ik haal de meeste voldoening uit mijn job. Iedere morgen als ik hier binnenkom, dan zie ik dat de mensen mij staan op te wachten. Die zijn blij. Ze vinden het fijn dat ze hier kunnen komen werken. Dat maakt me ook blij. Als ik zie dat die mensen hier op hun plaats zitten, dat ze voldoening uit hun werk hebben. En ik krijg er ook heel veel wat terug. Ik ben Jan Mens en ik werk al 33 jaar bij Wewal de Senderlo. Ik doe de bestikkering van met sanitaire materiaal bij Caladair en dat is heel fijn om te doen. Hier wordt gewoon veel plezier gemaakt onder de collega's en hier worden de kleine ruzies ook opgelost. Ook. De standaardijs is al vergeten en dat is belangrijk.